Hartelijk welkom allemaal. We hebben weer een interessante wedstrijd voor u die over enkele ogenblikken gaat beginnen. Mijn naam is Sierte Vos en naast me zit collega Jeroen Guter. Het is Bundesliga voetbal waar we vandaag naar gaan kijken. Het is Bayern München dat speelt tegen Freiburg. Ik ben benieuwd of we jonge aankomende spelers aan het werk gaan zien. Van de jongens die op de deur kloppen voor het grote werk. Oh, een kans! Deutsch, doelpunt voor Bayern München. En eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor. Hij laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. De spelers van Bayern op een feeststemming bij de aftrap. Controle daar. De bal binnengehouden. Ja, dit is een zelfverzekerde, een aanvallende dribbel van Mbappé. Wordt dit dan een doelpunt? En hij komt eruit met de bal. Oh, wat een wedstrijd is dit, zeg. Daarnet viel de goal nog aan de andere kant. Nou, hier is de gelijkmaker alweer. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Leeft steekpaasje hier. Oh, een misnomen. Zou de keeper kunnen passeren? Ja, volgens mij had hij blackout. Hij wist opeens niet meer wat hij moest doen. Zonde hoor, van deze kans. Gnabry. Daar is Kylian Mbappé. Net iets te vroeg zijn turbo aan. Vrije trap voor Bayern München. Dit zou wel eens zijn laatste waarschuwing kunnen zijn. Nog één zo'n overtreding en hij krijgt een kaart. Ja, hier komt hij goed mee weg nog. Dan mag hij niet over mopperen. Gravenberg. Harry Kane. Hij pakt de bal en begint aan uit. Doelpunt, ja! Dit is Müller. Wat een actie van Kane. Hij passeert zijn man. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Het verschil is minimaal, het staat 2-1. Heel sterk hier, hoe hij de bal verovert. Werkt hij zich hier in de nesten? De scheidsrechter toont de verdediger slechts de gele kaart. Nou, dat zal een opluchting zijn voor hem. Hij dacht waarschijnlijk dat hij rood zou krijgen. En wij ook? Nee, hij raakte met al verkeerd. Die ligt nu in de patatzaak naast het stadion. Totaal mislukte vrije trap. Ja, maar van die afstand is het natuurlijk ook heel moeilijk, hè? Om hem tussen de palen te krijgen. Nog steeds aan de bal hier. Maximilian Eggestein. Aanval wordt afgestopt. Hier is denk ik een counter mogelijk. De verdedigers schakelen niet snel om. Harry Kane. Harry Kane! Bayern München, de voorsprong bedraagt nu 2 doelpunten. De goal wordt ingeluid door een geweldige actie van deze speler. Hup, je man voorbij en hoppa, bal langs de keeper. Hoho, weergeloze actie. En genadeloos afgerond trouwens. En we hebben nu een stand van 3-1. Terug naar de keeper. En dan een nieuwe aanval opzetten.
Als balbezit punten opleverde, zou Bayern München hier goede zaken doen. Hun middenvelders hebben heel weinig tegenstand te duchten. Ja, ik zie ze hier nog wel een overtuigende overwinning boeken, hoor. En weer het balbezit om een kans te creëren. Dat is een hoekschop. Bal wordt voor het doel gebracht. Het schot wordt geblokkeerd. Hij grijpt daarin met een goede tackle. Hoekschop. Nee. Maar richt is een beetje beter. Calvert-Lewin. Ze bouwen op en zoeken naar mogelijkheden. Schot gelost. Heeft een mooie redding in huis. In het midden van de 16. Vrij makkelijk voor Neuer. Kylian Mbappé. Ze komen opnieuw in balbezit. Nog steeds in aanval. Doan. Hij onderschept hem op een gevaarlijke plek. De scheidsrechter geeft een hoekschop. Voor het doel gebracht. En die gaat op de stip. Kunnen ze hier dan die achterstand verkleinen? Hij benut de strafschop. We gaan verder met een stand van 3-2. Die tackle leidt tot een inworp. Bayern München mag gaan ingooien. Een minuutje extra speeltijd. Calvert-Lewin. Doan. Ja, een schot. Het blijkt buitenspel. Maar ook maar net dan, hoor. We pikken de draad weer op voor de tweede helft. Het eerste bedrijf leverde een voorsprong op voor Bayern München. En dan is hij opeens los. Dat schot moet erin. Ja, tegengehouden hoor, door de keeper. Calvert-Lewin. Nou, die werd makkelijk onderschept. Ja. Hij worstelt zich los. Die moet erin! Neuer zit ertussen. Wat een knappe redding, zeg. Gnabry. Volgens mij is er raak geschoten daar in de Volkswagen Arena. En die is voor VfL Wolfsburg. De stand is weer in evenwicht. 1-1. 52 minuten voorbij. Dank je. Hij schiet. Je begrijpt goed in. Bayern München gaan ze wisselen. Deze kort. Het schot wordt geblokkeerd. Al vroeg onderschept die bal. En de doelman met een redding. De bal komt voor het doel. En Manuel Neuer tikt hem over het doel. Knap gedaan. Nog een keer een hoekschop. Felle druk door de tegenstander. Die bouwt op en komt in de buurt van het andere doel. Er kan iets uitkomen hier. Bal weer tegengehouden, maar het gaat verder. Oh ja, Bayern München doet die goede zaken, zeg. Met dat doelpunt vergroten ze het verschil tot 2. Wat zijn die verdedigers daaruit te doen? Die staat te kwispelen als een stel schoothondjes. Er was toch alle gelegenheid om in te gaan? Was er een
niet. Ja, en dan krijg je hem dus op je oren. Nou, genoeg te genieten vandaag. Het staat 4-2. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Kingsley Coman. Daar is het bal voor Bayern München. Ja, hier houdt het voordeel op. Dus de scheidsrechter fluit toch maar. Bij Liverpool. Dan zitten we in de buidel getast. We hebben een speler gekocht. Nou, absoluut. Ze mogen blij zijn dat ze zo'n enorm talent hebben weten te strikken. Zo, wat gebeurt hier? Zeg? En zo leiden ze nu met 3 doelpunten verschil. 3! Ja, je kunt zeggen dat de kans knap wordt afgemaakt. Koelbloedig, maar je kunt je ook wel afvragen of de keeper niet gewoon die inzet in de korte hoek had moeten hebben. Eigenlijk. Bayern heeft de wedstrijd in de zak. In de tas. We gaan verder. Maar nu eerst naar de Volkswagen Arena. Ik hoor de autogeluiden al. Nieuws over het doelpunt. En weer is hij voor Leipzig. Silva is de doelpuntenmaker. Hij ontving de bal achter de linies van de verdediging en won het duel met de keeper. Ze staan nu op voorsprong 2-1 met 69 minuten gespeeld bij dit duel. Uiteraard weer bedankt voor deze update. Alvaro Garcia. Dat is een inworp. Ja, je moet de bal wel binnen de lijn houden. Ze laten hem niet met rust. Vroeg in de opbouw, alweer de bal heroverd. Doe maar, volley! Een knappe redding van de keeper. Hij moest zich helemaal strekken. Voorzet weggewerkt. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. Wordt een wissel ingezet. Benjamin Pavard. Serge Gnabry. Blokkeert de bal. In het midden van de 16. Ritsu Doan. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. Goed gepakt door de keeper. Het spel gaat verder met een doeltrap. Zo hoort het. Dat is hoe je naar het doel toe dribbelt. Toch niet. Thomas Müller. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. Thomas Müller. Ga worden voor Thomas Müller. Goede ingreep van de keeper. Hoekschop in het centrum geplaatst. Hij zit en zo vergroot hij de voorsprong tot 4 treffers. Laten we deze treffer nog eens bestuderen. Want wat gebeurt daar nou allemaal? De hoekschop is van hoog niveau, de bal komt perfect terecht. Maar dan zou je zeggen dat Mbappé toch wel erg veel ruimte krijgt. Hè? Want kijk eens, alle gelegenheid om de bal erin te leggen. Blessuretijd, 2 minuten. Thomas Müller. Mbappé, schiet dan! Zeggen ze op de tribune hier. Ja, fantastisch. Kan ik echt genieten. Prachtige duik van de keeper. En het gevaar is geweken. Mbappé probeert het net te vinden. En daar is het laatste fluitsignaal van deze wedstrijd. Bayern München wint het duel. Wat een heerlijke overwinning. En wat een doelpunten zeg.
Ze doen het zo goed in thuiswedstrijden. Vandaag een wedstrijd die al de hele week de media in zijn greep houdt. De supporters stromen nu het stadion. Goedenavond iedereen en wat fijn dat u allemaal kijkt op deze schitterende avond. Het is droog, het staat een kalm windje. Kortom, de omstandigheden zijn perfect. Een prachtig voetbalavond. Mijn naam is Siert de Vos. En de collega die naast me zit, die kent u ook. Jeroen Guter. En het is tijd voor degelijk voetbal in de Bundesliga. Bayern München. Tegen Augsburg. Mbappé krijgt een open kans. Prima tackle. En de dreiging is geweken. Een onjuiste ingreep. Bayern München krijgt de vrije trap tegen. Het duel wordt straks door Bayern München begonnen met deze opstelling. Onder de lat Manuel Neuer. Upamecano. Oh, als dat geen goal wordt. Oh, en goed zeg, dat blok. De tegenstander werkt de bal onder aanhoudende druk weg. Dat leidt tot balverlies. We zijn al een eind onderweg. En we zien de voorsprong van de koploper op de concurrentie. Zijn er eigenlijk geen verrassingen meer mogelijk. Harry Kane! Een redding van hoge kwaliteit van deze keeper, hoor. En altijd fraai om te zien, zo'n atletische duik. Het lijkt Dick Fosbury wel. Je weet wel, Olympisch kampioen 68, die ging met zijn rug over de lat. Ah, goed, dat is een ander verhaal. Arne Meijer. De bal is hij kwijt. De speler brengt de bal dichter naar het doel van de tegenstander. Harry Kane. Harry Kane. Zwakke paas. Linea recta naar de tegenstander. Arne Meijer. Bouwen. Om hem daar af te pakken. Redding. Bal nog binnen de lijn. Veel te gevaarlijk hier om die bal te verspelen. Kylian Mbappé. De keeper heeft hem. Nog steeds met de bal aan de voet. De bal wordt geraakt. Het schot wordt tegengehouden. En daar houdt hij weer een bal tegen. Daar gaat het balbezit voor Bayern München. Daar is ondersteuning van het teamgenoot. Gaat hem schieten. Hard geschoten, maar net niet in het hart geraakt, want de bal gaat net naar zijn doel. Dat scheelde heel weinig. Wel een goede poging. Kylian Mbappé. En dan Davies. Bayern München laat de bal rustig van voet bis voet gaan. Overname door vroeg druk zetten. Doelpunt toch voor Bayern München. Oh, wat een geweldig doelpunt en wat een belangrijk. Ja, hier valt voor de doelman natuurlijk geen enkele eer meer te behalen. Van dichtbij kan de speler weer inwerken. En zo'n kans laat hij natuurlijk niet liggen. De score is geopend. Het is 1-0. Op eigen helft loopt goed af. Kylian Mbappé. Thomas Müller nu. Kylian Mbappé. En nu snel schakelen voor de counter. Doelpunt en zo veranderen ze in no time een gelijke stand. In de riante voorsprong. Laten we daar nog eens naar kijken. Oog in oog. Kalm blijven en dan beheersen.
duidelijk zien dat je over veel individuele vaardigheden gaat schieten. Berisha. En ze krijgen de bal weer. Nou, Bayern München is in elk geval het meest aan de bal hier, dat is duidelijk. Ze maken de dienst uit op het middenveld. En als ze de bal al eens inleveren, dan is het van korte duur. Harry Kane. Dit begint er aardig uit te zien. Ze hebben de bal terug en niet tempo maken. Hij ging op de doelman af, maar die deed wat goede doelmannen doen in zo'n situatie. Zo zeg, wat een heerlijke redding. Ja, hiermee voorkomt hij in de slotfase een achterstand. Redding van de keeper. Nog een hoekschop. Geschoten door Mbappé. En moet wel een duikend te scoren. Zo zeg, wat een spectaculaire redding van de doelman. Ik was ervan overtuigd dat deze erin zou gaan. Nee, dat was geen zuivere café van de Bayern-speler. Hij weet hem te pakken. Thomas Müller. Thomas Müller kan verder. Mbappé. Deze kans moet hij afmaken. Zo, daar zit die doelman goed aan. Kijk eens hoe hij zich strekt. Och, wat een fraaie duik. Belangrijke redding. En eigenlijk een redding à la Jan van Beveren. De scheidsrechter. Daar. Tweede helft begint. Hij is weer afgetrapt. Thomas Müller. Er zijn mogelijkheden voor een counter. Goed gepakte paas. Anderlecht zou een speler willen kopen. Die geruchten doen de ronde. Er is nog niets bevestigd. Het zou geen slechte zet zijn, denk ik. Maar... Oh, de kans! Schiet dan! Geen risico genomen hier. Berisha. Ze vechten zich terug en spelen de bal heerlijk rond. Nou, zul je net zien. En dan loopt de aanval spaak. Serge Gnabry. Harry Kane. Bauer. Van de bal afgezet. Harry Kane. Thomas Müller. Hij snijdt naar binnen. Kylian Mbappé. Raak. Weer een doelpunt. 3 goals voorsprong nu. Dat kan bijna niet meer misgaan. Ja, wie moet je hier nou eigenlijk iets verwijten? De keeper? Nee, toch eigenlijk niet. De verdediging? Wellicht. Maar als die speler van zo dichtbij de bal krijgt, dan is het natuurlijk makkelijk afleiden. 1 team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Sterke verdedigende actie, waarmee hij de bal op de eigen speelde. Harry Kane. Thomas Müller met de bal. Oh, wat een kans! 2 woorden, uitstekend keeperswerk. Ja, van zo'n korte afstand moet je over snelle reflexen beschikken. In het midden van de 16. Hij mag eruit en een verse kracht komt erin. Licht slordig. Balverlies hier.
Goretzka. Daar is Kylian Mbappé. Serge Gnabry. Bal naar Kimmich. Daar zit hij mooi tussen. Thomas Müller. Mbappé. Geweldige mogelijkheid van Mbappé. Oh, een doelpunt. Wat een prestatie hier. Het verschil is inmiddels, kunt u nog meetellen, 4 doelpunten. Best aardig ingeschoten hoor. Daar niet van, maar ja, de bal in de korte hoek moet gewoon uiteindelijk voor de keeper zijn. En ik denk dat die nu flink staat te maken. Trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Richting het centrum met de bal. Uitstekend verdedigd hoor. Harry Kane. Van dichtbij. Spel gaat verder naar die redding. Zonde hoor. Hij gaat er niet in. Misschien de volgende keer de bal iets voorzichtiger schieten. Nou, zo hard. Dat is niet altijd nodig. Hè? We hebben nog 9 minuten te gaan. Goed verdedigend werk daar in de 16. Thomas Müller. Dat is Goretzka. Musiala. Kingsley Coman. Geweldige mogelijkheid van Mbappé. En hij maakt gewoon zijn derde. Oh, wat een geweldenaar is dit toch. Niet te stoppen deze speler. Niet te stoppen. Niemand weet hem vandaag uit te schakelen. De bal in de korte hoek en een goal. En dan kijk je altijd naar de rol van de keeper. En als je kijkt hoe hij staat gepositioneerd, dan weet je dat hij kan tegenhouden. Dus een diepe fout. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. 1 minuut blessuretijd. Een dreigende dribbel op de helft van de tegenstander. Het is afgelopen. Deze derby is voor Bayern München. Nou, eigenlijk was er geen vuiltje aan de lucht vandaag. Een makkelijke wedstrijd. Verdiend gewonnen. Raad dan op wie we vandaag extra zullen letten. Die speler scoort de laatste tijd gemiddeld 1 keer per wedstrijd. Vandaag weer. Deze wedstrijd kunt u live aanschouwen. Goedenavond iedereen en wat fijn dat u allemaal kijkt op deze schitterende avond hier. Het is droog, het staat kalm windje. Kortom, de omstandigheden zijn perfect. Een prachtig voetbalavondje. Mijn naam is Siert de Vos. En de collega die naast me zit, die kent u ook. Jeroen Gutter. En vandaag zitten we klaar voor een heenwedstrijd in de 8e finale van het toernooi. Dit is Sporting Lissabon dat het opneemt tegen Bayern München. Ja, zie je, dat is altijd fijn, hè? Zo'n heerlijke wedstrijd in de knock-outfase van de Champions League. Eerlijk gezegd zou ik moeten. Maar nee, dit moet hem worden.
Denk dat nog even na voordat je schiet. Het was een enorme dreun. Maar ja, met wat meer beheersing had hij nu gewoon in het net gelegen. Redding, spel gaat verder. Oh jongen toch, probeer dan iets beheerster te schieten, niet zo hard. Wat een kans om te missen zeg, van zo dichtbij. Het duel wordt straks door Bayern München begonnen met deze opstelling. Onder de lat, Manuel Neuer. Matthijs de Ligt speelt achterin. Samen met Upamecano als centrale verdediger. Serge Gnabry speelt op het middenveld. Met Kingsley Coman aan de buitenkanten. Centraal voorin, Kylian Mbappé. Nou, gekeerd door de keeper. En een offensief van Bayern München. Een kans om te scoren. Ja, die eerste zit erin. En we hebben al gespeeld. Nou, dit is absoluut geen saaie wedstrijd. En wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Van dit soort doelpunten krijg je nooit genoeg. Kijk eens eventjes. Een perfecte 1-2. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Er wordt afgetrapt. Het is nu aan Sporting Lissabon om te reageren. Kylian Mbappé. Nu Kylian Mbappé. Dit is een zelfverzekerde, een aanvallende dribbel van Mbappé. Wordt dit dan een doelpunt? Overtreding van Bayern München. De arbiter legt het spel stil. Belabberd gedaan hoor door Sadio Mané. Hier is hij de bal kwijt. Paulinho. Ja, je kunt het in theorie proberen van deze afstand. Vrij makkelijk voor Neuer. Kylian Mbappé. Dat is Goretzka. Sadio Mané. En nu snel schakelen voor de kout. En weer wist hij de keeper te kloppen. En daarmee tekent hij zijn tweede goal aan van deze wedstrijd. Tegenstanders ontsnappen via de uitbraak en dan netjes beheerst afronden. Doelpunt uit de boek. Daar onderschept hij de bal. Kingsley Coman. Leon Goretzka. Bayern München aan het aanvallen. Kingsley Coman. Sterk gedaan. De aanval stopt daar. Paulinho. Goed gezien van hem. Laag in de 16 gegeven. Kijken of hij iets kan bedenken. Goeie ingreep. En het wordt een inworp voor de tegenstander. Oh, dat is niet slim. Nee, dit is buitenspel. Dat is gewoon dom. Dat zie je toch, dat weet je. Dat je daarvoor moet uitkijken bij zo'n inworp. Kylian Mbappé. Simpel ingeleverd bij de tegenstander. Door Kylian Mbappé. Joshua Kimmich. Kylian Mbappé. Gnabry met de bal. Onderschept de paas. Sadio Mané. Komt hij tot een schot? Een sublieme redding zeg. En van zo dichtbij ingeschoten. En hij heeft eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. Dat maakt het ook zo knap. En dat levert een formidabele redding op. Daar is het schot. Simpel. Doelman. Portero was Antonio Adan.
Mbappé. Mbappé probeert het net te vinden. Zo, wat een reactie van die doelman. Corner van Joshua Kimmich. Komt op de 16. Sterke actie van de doelman. Paulinho. De paas wordt onderschept. Kylian Mbappé. En weer naar Joshua Kimmich. Nou, de eerste helft hebben we weer gehad. Daar is de aftrap voor de tweede helft. Nog drie kwartier in hun eerste ontmoeting hier. In de achtste finale van de UEFA Champions League. Nou, laten we eens maar eens kijken of de coaches tactisch nog het een en ander hebben veranderd. Goretzka. Kylian Mbappé met de bal. En hij schiet. Goed werk hoor. Edwards. Ze werken nu aan de opbouw. De toeschouwers eisen dat hij schiet. Wat doet de keeper? Het publiek gaat erachter staan. Zoveel kansen krijgen ze niet. Uit deze situatie kunnen ze misschien de aansluitingstreffer maken. Voor het doel. Hij wordt weggewerkt. Goeie tackle en bal terug in bezit. Heel goed hoor, die ingreep. Er volgt nu een hoekschop. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Dat is maar half werk. Gevaar is nog steeds niet geweken. Goede verdedigende actie. Bal heroverd op de eigen helft. Mogelijkheden voor een counter. Nee, daar komt de tegenstander alweer een balbezit. Sadio Mané. En Mané geeft de bal weg. Fraaie hoge paas. Maak hem dan maar van dichtbij. En dan is het verschil nog maar één. Het kan nog. De trappen weer. Kijk of Sporting Lissabon doordrukt en gelijk kan maken. Goed gepakt door de keeper. Mbappé. Mbappé krijgt een open kans. Uiteindelijk best een lastige bal voor de keeper. De wisselspeler komt het veld in. Kimmich schiet hem in de 16. Simpel. Doelman Quartero was Antonio Adam. Harry Kane. Kylian Mbappé. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hat-trick.
Voor de verdediging is het echt om gek van te worden. Maar ja, oké, hij is wel van buitengewone klasse. Zeker vandaag. Daar doelpunt nummer 3 van de wedstrijd. En inderdaad, dat mag gevierd worden. En we hebben nu een stand van 3-1. Leon Goretzka. Thomas Müller met de bal. Kylian Mbappé. Harry Kane. De bal op eigen helft heroverd. We hebben nog 15 minuten te gaan. Edwards. Nee, dat is goed gezien. Ja, toch buitenspel. Bij die steekpaas. Eigenlijk ging alles goed. En dan scheelt het toch net dat kleine beetje. Ja, en dat is ook buitenspel. Kimi. Met een tackle. Een onjuiste ingreep. Bayern München krijgt de vrije trap tegen. De scheidsrechter waarschuwt die speler nog één keer. Die kan maar beter op zijn tellen passen. Ja, nog één overtreding en dan heeft hij gegarandeerd een kaart. Over 7 minuten is de reguliere speeltijd voorbij. Een kans voor Thomas Müller. Om op te stomen over de vleugel. Goretzka. Mbappé krijgt een open kans. Paal achter. Sporting met ruimte over de vleugel. Paas in de diepte. Probleemloze bal voor de keeper. Twee minuten extra speeltijd wordt er gegeven. Gnabry. Nu Kylian Mbappé. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Einde wedstrijd. Bayern München wint de eerste van 2 wedstrijden en staat er dus goed voor. Nou, ze hebben met dit resultaat in elk geval een klein voordeel. En een offensief. Na regen komt zonneschijn. Maar ja, dat duurt nog even. Misschien straks, morgen of volgende week. Maar ja, dat hindert nog niet. In de Volkswagen Arena gaan we zo aftrappen. Hier in Wolfsburg. Het commentaar bij deze wedstrijd komt, zoals gewoonlijk, van Sierte Vos, dat ben ik. En Jeroen Guten. Het is Bundesliga voetbal waar we vandaag naar gaan kijken. Dit is Wolfsburg dat het opneemt tegen Bayern München. Ziet, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Volgens mij kan dit een enorm leuke wedstrijd worden. Nee, geen enkele aarzeling bij de scheidsrechter. Het is een strafschop. Dat kan een voorsprong worden. Dit dan de openingsgoal vanaf de stip en dan gaat erin. Hij wachtte even om te kijken wat de keeper ging doen. Ja, goed gedaan. Want die kiest voor een hoek en dan kun je de bal heel makkelijk door het midden erin schieten. Uitstekende penalty.
gaan verder. Wolfsburg zal op zoek gaan naar de gelijkmaker. Wolfsburg opspelen over de vleugel. Nee, deze aanval loopt toch niet verder. Ze hebben de bal ingeleverd. We gaan er eens goed voor zitten. Voor een van de allergrootste sterren in het voetbal in Europa. Deze nog jonge Kylian Mbappé. Wat verwacht jij van hem? En de titel van topscorer aller tijden loopt. Want hij heeft nu het doelpuntenrecord van deze competitie geëvenaard. Onvoorstelbaar, wat een speler, Jeroen. Zo, het is een historische prestatie hè, voor deze speler. En daar heeft hij keihard voor gewerkt. En ik denk dat een nieuw record hem eigenlijk niet meer kan ontgaan nu. Het is erop en erover. Kans op de gelijkmaker. Hoekschop komt voor. De doelman hoeft zich niet ver te strekken om die kopbal te weren. Dit is een vrij zwakke inzet. Wat een makkelijke redding. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Kingsley Coman. Oh, wat een kans. Hoor je alleen op de keeper af. Ja, dan moet hij er toch altijd in? Ja, maar ja, ga er maar eens aan beginnen bij deze keeper. Dat is echt een heerlijke redding, hoor. Geschoten door Mbappé. Goed, het blok gezet. Er komt een vrije trap voor Bayern München. Dit zou wel eens zijn laatste waarschuwing kunnen zijn. Nog één zo'n overtreding en hij krijgt een kaart. Ja, die bal mag erin. Wat doet de keeper? Hoekschop wordt voorgegeven. En dat schot wordt gekeerd. De doelman dacht waarschijnlijk, het is goed met je. Ik laat je niet nog een keer scoren. Ze zetten veel druk en zo veroveren ze de bal. Hij verliest de bal. Mbappé. Vrije trap op een lekkere plek om hem meteen op doel te schieten. Schot voor Bayern München. Ze zouden er graag nog eentje bij maken, dus ja, ik ben benieuwd. De tegenstander neutraliseert zijn schot. Deze wordt weggewerkt. Gnabry. Deze kan erin. Kasteels duikt naar de bal. Kimmich schiet hem in de 16. Hier, Matthijs de Ligt, de waarheid en het leven. Daar gaat hij aanvallen op de doelman af, maar die is er snel bij. En dan zit hij hier op tijd tussen. De bal ingeleverd voor Bayern München. Maar nu gaan we even naar Borussia Park. Want daar is zojuist gescoord, toch? En die is voor Borussia Mönchengladbach. Ze gaan nu met 1-0 aan de leiding. Op de klok staan 33 minuten. Hartelijk dank voor de bijdrage. Kimmich zorgt ervoor dat de paas niet aankomt. Kingsley Coman. Oh, wat een schotkans. Bal blijft binnen. Sadio Mané. Mané! Tor! Tor! Tor Bayern München! De voorsprong bedraagt nu 2 doelpunten. Het is tik, 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 tik. Wat combineren ze makkelijk, zeg. En dan die paas, ook uitstekend. En dan is het voor Sadio Mané natuurlijk een mooie kans om hem van dichtbij binnen te werken. En dat doet hij prachtig. Fischer. Met zulke paas wordt de bal onderschept. Nou, Bayern München is in de... Zie het, let op! Gevaar voor het doel. En zo scoren ze alsnog. Sneu hoor voor die doelman, want die zat er eerst nog goed aan. Ik moet zeggen dat de doelman het in eerste instantie best goed doet, hoor. Hij redt op de inzet. Maar dan heeft hij niet veel geluk in het vervolg. Want de bal komt weer terecht bij de tegenstander. Ja, dan is het alsnog hangen. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen. En hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Sadio Mané. Terug naar Mbappé. Kan een doelpunt worden. Het blijft gevaarlijk voor de goal.
focust op de aanval. Wordt 1 minuut bijgeteld. We gaan rusten. Bayern München doet dat met een voorsprong. Ja. Ze heeft gefloten. We gaan weer verder met de wedstrijd. Nog steeds aan de bal. Er wordt vroeg druk gezet. Heel goed. Nooit hier de bal verspelen natuurlijk. Gevaarlijk. Neuer pakt die bal. Die keeper krijgt nu complimenten van zijn ploeggenoten. Ja, terecht hoor. Wat een redding was dat zeg. Schitterend. En dan Davies. Wat traag in de omschakeling, die verdedigers. Deze week is ze weg. Bal uit, dat wordt een hoekschop. Een personeelsverandering bij Bayern München. Voorgegeven, maar kort gespeeld. Die gaat naast. De doelman zag het van ver aankomen. Musiala. Hier is Davies. Bayern München kan vrij eenvoudig oprukken over de vleugel. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. En dan de afronding. Ja, het oog misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet. We gaan verder met een afgetekende score. 4-0. Kingsley Coman. Bayern München kan de vrije trap nemen. De scheidsrechter waarschuwt die speler nog 1 keer. Die kan maar beter op zijn tellen passen. Ja, nog 1 overtreding en dan heeft hij gegarandeerd een punt. Bal naar Kimmich. Ja, die moet erin. Kasteels duikt naar de bal. De bal komt voor het doel. Boom, nog een goal. Ze maken gewoon gehakt van deze tegenstander. En het is niet eens woensdag. Je zou haast medelijden krijgen. Hier wordt optimaal geprofiteerd van de wanorde in de verdediging. Al komt het natuurlijk allemaal wel tot stand na een magistrale hoekschop. Maar goed, op zich hadden ze dit nog kunnen verdedigen. Maar ze verliezen de tegenstander volledig aan de dood. Daardoor heeft hij alle tijd en ruimte om die goal te maken. De aftrap. En het staat inmiddels alweer bij een van de andere wedstrijden. Wat kun je ons hierover vertellen? Leipzig mocht inderdaad een strafschop nemen. Ze hebben hem gemist. Het was een opgelegde kans natuurlijk. Maar zijn schot was niet zo best. Hij ketste tegen de paal. Die 2-0 staat nog steeds met 68 minuten op de klok. Thank you very much for the update. Harry Kane. In de Bayer Arena zijn ze inmiddels getuige geweest van een doelpunt, of niet? Een goal voor Leverkusen. Pakt die bal goed op. En die bal vliegt binnen. Dit is smullen hoor.
Dit is geweldig gedaan. Allereerst die dieptepaas. Geweldig. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork. Ja, redding. Wat een redding van de doelman. Ja, en die inzet die komt van heel dichtbij. Hè. Dan heb je eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. En weer weet hij de keeper te kloppen. En daarmee tekent hij zijn tweede goal aan van deze wedstrijd. Ja, deze goal schreeuwt om een herhaling en die gaan we natuurlijk krijgen. Het begint allemaal met die voortreffelijke corner. En hoe de bal dan aankomt bij die speler die hem dan zo afmaakt, ja, dat is gewoon geweldig om te zien. We gaan verder spelen. En de stand is 6 tegen 1. Ja, sorry dat daar even werd ingebroken. Er is dus een doelpunt gevallen voor Bayer Leverkusen. Het staat dus nu 1-1. Bal naar Kimmich. Harry Kane nog eens. Kane zal deze moeten maken. En Harry zet nog geen streep door de dreiging. Heel knap weggewerkt die bal. Schotkans gekeken. Nog 8 minuten van de 90 te gaan. Ze raken hem kwijt. Ontwikkeling op het veld in de Bay Arena. Wat is er precies gebeurd? En weer is hij voor het team van Hoffenheim. Ze staan nu op voorsprong 2-1. 83 minuten gespeeld bij deze wedstrijd. We zijn weer bijgepraat. Bedankt. Door die tackle is hij de bal kwijtgeraakt. Hij is bezig aan een fraaie dribbel richting goal. Alfonso Davies. Kingsley Coman. Ze nemen voorbereidingen voor de hoekschop. Een wijziging in het team zien. Er komt iemand in. En dan Musiala. Prima actie van de keeper. Opnieuw een corner. Het schot dan. Einde van dit duel. De winst is voor Bayern München. En opnieuw winnen ze met veel goals. Ja, het is toch wel een feest om naar te kijken, hoor.